Hey, welkom. Leuk dat je weer kijkt. En voor iedereen die nieuw is op dit kanaal, natuurlijk ook van harte welkom. Vandaag laat de baas jou weer 20 fitnessoefeningen voor thuis zien die je kunt uitvoeren met alleen je eigen lichaamsgewicht. Let's go! Trouwens, als je een setje dumbbells hebt of je wilt die een keer in de toekomst gaan kopen, dan heb ik hier een complete playlist voor allemaal dumbbell oefeningen voor elke spiergroep in het hele lichaam. Maar, laten we gaan beginnen. Zoals je ziet heb ik het lichaam opgedeeld in 10 spiergroepen. Ik heb voor iedere spiergroep heb ik 2 oefeningen, zodat als je een oefening niet begrijpt of een oefening niet uit kunt voeren, je kunt wisselen. Of je kunt zeggen, ik doe bijvoorbeeld week 1 alle A-oefeningen en week 2 alle B-oefeningen en dit telkens wisselt. Ook heb ik bijvoorbeeld voor de hamstrings, onder deze video staat er bijvoorbeeld bij de hamstrings, de hamstringoefeningen beginnen bij 4 minuten, duren tot de 5e minuut. Als je dan in de videobeschrijving op de 4e minuut klikt, wat voor de hamstringoefening staat, plup, dan word je ermee naartoe genomen en dan zit je gelijk bij de 2 hamstringoefeningen. Dus als je de volgende keer deze video kijkt, kan je alle oefeningen zo terugvinden. De eerste oefening is een standing curl race. Dat is omhoog komen op je tenen en die kennen heel veel mensen wel. Alleen, we willen thuis trainen, dus we willen zo zwaar mogelijk trainen. En als je geen gewicht hebt, kan je altijd een pak melk, een fles water, weet ik veel, zoiets kan je pakken. En dan willen we de oefening uitvoeren op 1 been. Wordt natuurlijk de oefening zwaarder, kunnen we thuis beter trainen. De tweede oefening is de squat calf lift. Je gaat met je benen plus minus een meter uit elkaar staan, net voor wat je zelf fijn vindt. Vanaf hier zak je naar beneden, lekker diep. Niet al te diep dat je rug helemaal bol gaat staan en staat rollen. We willen hem altijd netjes recht houden in een neutrale positie. Dus we zakken naar beneden, we gaan op onze tenen staan en vanaf hier komen we omhoog. Ik heb hem ook wel eens voorgedaan in een andere video van mij. En dan adviseer ik om laag te blijven, op je tenen te komen, even een seconde te wachten en vanaf hier omhoog. We willen juist even blijven zitten op die tenen, even stabiliseren, zodat je natuurlijk niet vooruit of achteruit valt, maar ten tweede ook om meer de focus te leggen op je kuiten, zodat je die beter kunt aanspannen. Wanneer je dit niet doet, kun je gaan zakken en bijvoorbeeld stuiterend omhoog komen. En dat heeft natuurlijk helemaal geen voordelig effect voor je kuiten. Ga je veel te veel je bovenbenen en je billen etc. gebruiken. Door naar de benen. Deze eerste oefening is een knieling backbend. Ik zou hem adviseren om een lekker zachte vloer te doen. Of iets van een kussentje of in ieder geval iets wat een beetje je knieën beschermt. Ik heb een zachte rubber tegelvloer, dus dat is goed te doen. Deze oefening wil je je handen op je borst houden. Je mag ze ook eventueel naast je houden als je de oefening voor het eerst doet. Want het kan nog wel eens verkeerd gaan. Je spant je billen aan, zodat je hamstrings en rug in één rechte lijn zijn. Dus we willen niet dit hebben, we willen dit. Billen, buik aanspannen, handen op de borst of naast je. En vanaf hier komen we naar achter toe. En daar naar voren. Het mag voor zich spreken, hoe verder we naar achter gaan, hoe zwaarder de oefening wordt. Als je de oefening nog nooit hebt gedaan, of je vindt hem te zwaar, dan kun je zeggen, oké, ik buig wel mijn billen, en ik buig wel mijn heup, en kom ik vanaf hier omhoog. Kun je natuurlijk ook nog even leuk variëren door bijvoorbeeld iets met een kettlebell beet te houden. Of gewoon een gewicht pakken, of een gewichtsbal, of noem maar op. En vanaf daar omhoog te komen. De tweede oefening, dat is een frog knieband. Zo uit mijn hoofd. Een frog squat, ik weet het niet precies. Ik zie hem niet vaak voorbij komen. Ik heb hem wel eens gebruikt tijdens sportlessen die ik buiten gaf. En dat was een hele goede en leuke variatie. Voor deze oefening wil je vooral je knieën heel dicht bij de grond houden. Ik zou zeggen echt ergens tussen de 1 en 5 centimeter, zodat de oefening lekker zwaar wordt. Je gaat in een knie/handpositie zitten. En wat je niet wilt doen, is te dichtbij beginnen. Juist lekker een beetje ongemakkelijk, lekker een beetje ver weg, zodat het per direct al zwaar is. Vanaf hier kom je omhoog. Dat zal voor heel veel mensen al vrij zwaar zijn. Je houdt je knieën dicht bij de grond en vanaf daar kom je helemaal naar achter, vandaar dus de frog, stretch squat en vanaf hier kom je naar voren. Je hoeft niet helemaal te strekken, dat is nergens voor nodig. We willen juist die spanning op die bovenbenen houden en vanaf daar omhoog komen. Oké, dan gaan we door naar de hamstrings. Deze oefening heeft geen naam, die heb ik eigenlijk zelf verzonnen. Je legt je billen plus minus een metertje aan 80 centimeter. Zeg een meter aan, een halve meter van de muur af. Je strekt ze. Vanaf hier zorgen we weer dat je hamstrings en je rug in één rechte lijn zijn. Zodat dit netjes één kaars is. En vanaf hier trek je je hamstrings in.
Dus je trekt je voeten naar je billen toe. Een stap omhoog. En we komen weer naar beneden toe. Ik zal hier ook een variatie laten zien die je kunt uitvoeren als je een normale laminaatvloer hebt. Kom mee. Hier in mijn gang heb ik tenminste wel een laminaatvloer. Je kunt er een handdoekje voor gebruiken. Het zou ook wel zonde gaan. Het is natuurlijk dezelfde oefening, alleen dan een variatie daarop. Je brengt je heup weer omhoog, rechte lijn. En vanaf hier strek je je voeten en kom je omhoog. Een loodzware oefening. Hartstikke leuk. Hartstikke goed voor de hamstrings. En de tweede hamstring oefening, dat is een supine plank. Dus normaal planken we, kent iedereen wel. Supine is de bovenkant, is omhoog. Hier weet ik zelf wel een variatie op, die laat ik zo zien. Je duwt je ellebogen in de grond, schouderbladen in de grond en je hielen in de grond. En vanaf daar brengen we de heup omhoog. Billen goed aanspannen en zo voeren we hem uit. Een leuke is een supine plank met een leg raise. Loodzware oefening, ook weer hartstikke goed natuurlijk. Dus dezelfde positie. Eén been omhoog. Blijven steunen, blijf alles aanspannen. En de andere been omhoog. De billen beginnen we met glute raises. Ik ken heel veel mensen wel, deze oefening. Maar omdat we thuis sporten, we misschien geen gewichten hebben, willen we de oefening zwaarder maken, voeren we met één been uit. Je kan ook eventueel, om hem nog zwaarder te maken, je been strekken. We leggen het gewicht weer wat verder weg. Mijn tenen zijn verder. De hefboom is dus groter van mijn steunpunt tot mijn eindpunt. En vanaf hier komen we omhoog. Als je nou, dit is natuurlijk een oefening voor de billen en mede voor de hamstrings, maar heel veel mensen kunnen hun billen niet goed aanspannen. Daar heb ik nog wel een tipje voor. Als je dezelfde uitvoering, dezelfde houding gaat, alleen je brengt je voeten naar elkaar toe. Wat wij nu doen, is dat mijn billen al uitgerekt zijn en vanaf hier kan ik ze makkelijker aanspannen. Het kan ook helpen om even je vingers, even je billen aan te raken of ze er continu op te houden. Alleen dat je die mind-muscle connection krijgt, dat je weet, oké, ik voel nu deze spier, ik weet dat ik hem aan moet spannen. De tweede oefening, dat zijn hipcirkels. We komen op onze handen en voeten, heb ik genoeg ruimte, ik zal even kwartsel draaien. We komen op onze handen en voeten. Vanaf hier hou ik mijn heup in 90 graden, dus deze hoek. En mijn knieën in 90 graden, deze hoek. En ik kom omhoog, zo ver als dat ik kan. Zonder mijn rug overdreven te hollen natuurlijk. En een rechte rug. Ik kom zo ver omhoog als ik dat ik kan. Ik ga zo ver mogelijk naar rechts als dat ik kan. Vanaf daar kom ik naar beneden. Eventueel, als je het fijn vindt, kun je deze oefening ook de andere kant weer opdoen. En zo door blijven gaan. Een tipje van mij is, zet je knieën niet op de grond neer. Hou één knie op de grond, dan val je om natuurlijk. En laat de andere continu bewegen en voer daar de oefening mee uit. Zo hou je meer spanning op de billen en kan je bilspier beter aanspreken en makkelijker trainen. We zijn bij spiergroep nummer 5, de buikspieren. Wat de meeste mensen heel belangrijk vinden. En het gedeelte wat in deze video ook wel het meest bekeken zal gaan worden. De eerste oefening zijn windshieldwipers. Je brengt je handen vlak op de grond, helemaal plat uit elkaar. Vanaf daar breng je met gestrekte knieën je benen omhoog. Zo ver mogelijk naar je hoofd als dat je kunt. Als ze beginnen te buigen, dan is ver genoeg. We willen ze gewoon gestrekt houden. Het is afhankelijk per persoon van hoe ver je komt. En vanaf hier tikken we links de grond aan, door en rechts de grond aan. En gaan we door. Daar tik ik de grond niet aan, maakt niet uit, gaat om het voorbeeld. Als je nou de oefening te zwaar vindt, trek dan één been in, hou één been gestrekt en doe hem vanaf daar. Dan zal de oefening iets wat lichter worden, omdat het momentum, de zwaartekracht natuurlijk niet zo ver bij je lichaam vandaan ligt, maar een stuk dichterbij. De tweede oefening. Oh ja, de tweede oefening. Heel touches had ik daarvoor verzonnen. Makkelijke oefening, leuke oefening, effectieve oefening voor de obliques. Want we willen ons niet alleen maar focussen op de middenkern, maar natuurlijk ook op de schuine buikspieren. Je trapt je hielen zo ver mogelijk naar je billen toe. En vanaf hier raak je je tenen aan, mits je dat kunt. Mijn advies, altijd je hoofd. Probeer hem niet tot op je kin te brengen. Probeer hem lekker naar achter te houden in een rechte, neutrale lijn. Hij mag iets wat buigen, maar het is niet de bedoeling dat we deze oefening zo gaan uitvoeren. Ik vind altijd bij buikspieroefeningen, niet bij alle buikspieroefeningen, maar zoals deze,
probeer uit te blazen. Dus ik kom, blaas uit, adem in, blaas uit. Als je uitblaast, zullen de spieren in je buik aan- en ontspannen en dan kun je ze beter aanspannen. De tweede rugoefening. De eerste oefening is een Superman. De Superman. En je ziet de mensen nog wel eens uitvoeren met hun handen naast hun lichaam en vanaf daar komen ze omhoog. Is ook een prima uitvoering, zeker. De reden dat ze dit doen is zodat je je schouderbladen beter naar achter kan trekken en daar een betere contractie uit kan halen. Je kan hem zwaarder maken, een variantje van mij, dat is door je handen plat op elkaar te leggen onder je kin. Dus je gaat liggen en vanaf hier kom je omhoog. Moet wel gezegd worden dat je natuurlijk wel de nadruk moet leggen op het naar achter brengen van de schouderbladen. Want we kunnen omhoog komen of we kunnen omhoog komen. Zware oefening, leuke oefening, goede oefening. De tweede oefening, dat is een elbow lift. Je gaat plat op je grond liggen. Vanaf hier steek je je hielen hard de grond in, je ellebogen hard de grond in. Maak voor je handen twee vuisten, zodat je lekker veel kracht kan zetten. En vanaf hier kom je omhoog. Sommige mensen zou het misschien lukken om op hun hielen te leunen. En helemaal omhoog te komen, gaat mij niet lukken. Het is al zwaar zat. Je kan natuurlijk deze oefening simpel zwaarder maken door bijvoorbeeld iets, ik heb nou een gewicht in mijn hand, maar iets van een melkpak of iets wat je thuis voor handen hebt. En vanaf hier omhoog komen. Zorg ervoor dat als je deze oefening uitvoert, je hebt twee manieren van omhoog komen. Wat ik in eigenlijk al mijn video's zeg. Trek je schouderbladen naar elkaar toe en naar beneden. De tip die ik altijd meegeef als ik mensen train is, denk eraan dat je je schouderbladen in je broekzak stopt. Want we kunnen natuurlijk zo, hoe ik nu verkeerd ga voordoen, omhoog komen. Op deze manier, met mijn schouderbladen naar binnen wijzend. Of we kunnen de borst groot maken, schouderbladen naar achter. Goede aanspanning, zoals je bij de Superman zal doen. En vanaf daar omhoog komen. Dit is een goede positie. Op naar de volgende oefening. De borst. En wat is er beter voor de borst dan een push-up? Niet zomaar een push-up. We beginnen met twee varianten. De tweede variant zal ik nog wat uitlegbaar geven. De eerste is een wijde pull-up. Push-up. Een wijde push-up. Die kennen mensen wel. En vanaf daar gaan we side naar side. Dus een wijde side naar side. Push-up. De reden dat we dit doen is dat we meer nadruk kunnen leggen op één borst. Wordt dus één kant van de borst harder en zwaarder getraind dan wanneer je een normale push-up zou doen en alle twee de borstspieren zou activeren. Je kunt natuurlijk ook met deze oefening variëren door continu een setje te maken met één kant te trainen. Daarna je rustpauze te pakken en dan de andere kant te trainen. Of die kant alleen maar te trainen. Een tweede variant is een push-up met een draai erin. Dus ik doe een normale push-up. Vanaf hier draai ik omhoog. Dus schuin. Ik kom weer recht terug en ik draai schuin omhoog. Trouwens, tussendoor, als je nog meer push-up en alles over een push-up wil leren, alles over opdrukken wil leren, complete en duidelijke hele instructies, schema's, etc. Ik heb op mijn afspeellijst hierboven en in de videobeschrijving ook een andere afspeellijst met alleen maar alles over opdrukken en push-ups. Terug naar de schuine push-up. Waarom doen we dit? De functie van de borst is het naar binnen brengen van de arm. Dus nu is de borstspier groot, nu is de borstspier klein. We willen altijd trainen in een hele range of motion, we willen de hele spier willen we gebruiken. Nu is hij dus groot, nu is hij klein. Maar kijk wat er gebeurt met de spier, visualiseer die even. Die wordt hier klein en als ik mijn borst naar binnen draai, wordt de spier nog kleiner. We kunnen dus een beetje vals gaan spelen door het laatste stukje range of motion te gebruiken wanneer we deze push-up doen. We komen hoog, hij is aangespannen en nu zal mijn rechter borst nog meer worden aangespannen totdat ik hem schuin naar binnen draai, naar buiten draai. Sorry, dus ik draai mijn arm naar binnen toe. En zo kan je dus thuis trainen weer zwaarder maken voor jezelf. Voor de schouders hebben wij een bankje nodig. Want je zou deze oefening ook rechtop tegen de muur kunnen doen. Gaat mij niet lukken, dus ik ga het niet eens proberen. Een variant daarvan, want heel veel mensen zal het natuurlijk ook niet lukken, is of op je tenen, dan wordt de oefening zwaarder, of op onze knieën op het bankje te komen en vanaf hier een push-up te maken. En zo
Training met de schouders op een goede en veilige manier. Natuurlijk kun je hem ook op de tenen doen en vanaf hier omlaag komen. De tweede oefening, dat is, moet je me even niet vragen hoe die heet, om heel eerlijk te zijn. Plank, shoulder rotation, iets in die geest. Maakt niet zoveel uit, als jij weet hoe je dat moet doen, dan is het goed. Komen in een plankpositie. En vanaf hier pak ik eigenlijk mijn borstbeen met één arm, puur om mijn hand even daar te houden, mag ook op je buik natuurlijk. En we draaien naar buiten. Zo trainen we het merendeel, de buitenste schouderkop. Je zou ook een hand kunnen gebruiken, eventueel extra erbij. Vind ik dat het de oefening makkelijker maakt. Dus zo blijven we de oefening uitvoeren. We gaan door naar de triceps. Daarvoor heb je een bankje, een andere normale bank of twee stoelen, is natuurlijk ook prima. Dips, ongetwijfeld dat je deze kent. Je houdt het lichaam recht, stevig, buik aangespannen. Vanaf hier zakken we naar beneden. Key point met dips is dat we onze ellebogen niet naar buiten laten gaan. Wordt de oefening aanzienlijk makkelijker. Fysiek hier je schouders ook heel erg mee, dus we willen ze mooi naar achter laten steken. En nummer 2 is dat we niet te diep willen zakken. Dus het moment wanneer ik heel mijn schouderbladen naar binnen en mijn nek gaat ronden en mijn rug gaat ronden, zijn we te diep. Hetzelfde bij de vorige oefening. Schouderbladen recht naar beneden, naar achter en vanaf hier een goede, rechte, nette positie. Het is helemaal niet de bedoeling om helemaal tot de grond te zakken. Afhankelijk van hoe hoog je stoeltje natuurlijk is of je krukje. De tweede oefening, dat zijn close grip push-ups. Niet alleen een goede oefening voor de borst, natuurlijk ook een goede oefening voor de triceps. Nu hoor ik de mensen denken, Raymond, close grip push-up, wat is close? Dan is je handen eigenlijk net buiten je borst zijn, dus eigenlijk op schouderbreedte. Als ik plat op de grond zou gaan liggen, kan ik mijn handen makkelijk plaatsen. Laat ik mijn vingertoppen naar voren wijzen. Zorg ik dat mijn handen plus minus de hoogte van mijn borst zijn. Misschien net iets daaronder, net onder. Voor mannen dan, tepelhoogte. Voor vrouwen ook, ligt eraan. Laat ik daar maar niet over doorgaan. En vanaf hier kom ik omhoog. Hetzelfde als met de dips. Zorg ervoor dat mijn ellebogen naar binnen zijn gewezen. En niet naar buiten toe. Dit is niet goed. We willen naar binnen wijzen en omhoog komen. En als laatste hebben we de 2 bicep curls. Je pakt een stang of iets anders wat je thuis wat je beschikking hebt beet. Je leunt lekker achterover. Houdt lekker het gewicht aan de achterzijde van je lichaam. Mag op je tenen leunen en vanaf daar kom je naar voren. Deze oefening vind ik persoonlijk fijner om met een handdoek uit te voeren. Ten eerste kan ik het gewicht zo meer naar achter plaatsen waardoor de oefening zwaarder wordt. En dan kan mijn polspositie draaien waardoor we de bicep beter aanspannen. Als je polspositie namelijk omhoog is, spannen we de bicep beter aan dan wanneer hij omlaag is. Probeer dit nou maar eens thuis als je achter je computer of achter je telefoonscherm zit. Let op dat je voeten lekker dichtbij plaatst, lekker dat gewicht naar achter. Vanaf daar draai je je polsen naar omhoog en we komen naar voren. Makkelijke oefening, leuke oefening. Ook een goede, lekker zware oefening. De tweede oefening is een standing bicep curl. Ik heb momenteel dit tafeltje, een hoger en lager tafeltje. Is natuurlijk fijn afhankelijk van hoe lang je bent. Ik pak de tafel beet, knijp hard in mijn handen. En vanaf hier duw ik mezelf omlaag, omlaag, omlaag en omhoog. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Zorg ervoor dat je je biceps natuurlijk hartstikke hard aanspant en eigenlijk je benen eigenlijk vergeet. Schouderbladen weer recht, borst lekker naar voren, lekker overdreven. En vanaf hier omhoog komen. Wat ik nog wil toevoegen. Dit zijn natuurlijk zomaar willekeurig 20 oefeningen. 20 hele goede oefeningen voor iedere spiergroep. Maar het is niet echt een schema. Wil je nou een schema zien, gratis, dan heb ik op mijn YouTube kanaal, die zal ik ook onder in deze link zetten, een aparte afspeellijst met allemaal schema's voor beginners, voor dumbbells, voor vrouwen, voor allemaal aparte doelgroepen. Op het moment dat ik deze video maak, is die nu niet af. Maar als jij deze video over een tijdje pas tegenkomt, of misschien over een jaar, of misschien wel over 10 jaar, dan staan er vast op mijn kanaal allemaal schema's, dus excuseer als die nog niet af is. Als je nou nog niet bent geabonneerd, abonneer je dan, want er komen nog veel meer fitnessvideo's aan. En voor iedereen die al is geabonneerd, hartstikke bedankt. Leuk dat je bekeek en tot volgende week.